Bram Moscovici, gisteren bent u van het tableau geschrapt, zoals dat officieel heet. U was nogal geïrriteerd over de uitspraak. Waarom eigenlijk? Zou u het leuk vinden? Nee, maar dat is iets anders dan dat ik geïrriteerd zou zijn... Ik zou denken dat de straf terecht is. Ja. Nou, dat... ik was geïrriteerd omdat... mijn advocaat en ik niet de normale omgangsvormen tegemoet konden zien... die je in rechtszaken, in zalen wel krijgt. Namelijk dat je welkom wordt geheten. Ik had daar niet naartoe hoeven te gaan. Het was ook niet leuk voor me om dat te doen, maar dat deed ik uit egaar voor het hof. En dat ik niet laf wil worden genoemd. Mijn advocaat, meester Meijers, was daarbij... het hof kwam binnen, ging zitten en dan behoor je normaal gesproken, zoals u en ik dat ook doen, beschaafde mensen, elkaar aan te kijken en te begroeten. Dan komt de beslissing waar je het eens of niet mee eens kan zijn. En vervolgens neem je op een nette manier, volgens de omgangsvormen die we kennen, afscheid. En zulks is meester Meijers en mij niet ten dele gevallen. Laten we even kijken hoe het ging. Ja. Ter gelegenheid van de mondelingenbehandeling op het 21 februari jongstleden heeft het Hof moeten constateren dat met geen van de klagers die financieel gedupeerd waren een regeling is getroffen, ook ontbraken nog steeds jaarstukken. Het Hof bekrachtigt dan ook de beslissingen tot schrapping in alle zaken. Het Hof is dan ook van oordeel dat de Raad terecht en op goede gronden tot schrapping heeft besloten. Ik zie hem toch wel regelmatig naar u kijken, eerlijk gezegd. Ja, ik had het om te beginnen over het feit dat we niet... Welkom werden gegeven. Precies, op een manier zoals dat in Nederland gebruikelijk is. Ja. Goed, laten we de beleefdheden verder schrappen. Gisteren... Ja, maar het is natuurlijk niet onbelangrijk, hè, vind ik. Ja? Omdat je ook juist, zou ik bijna zeggen, met een voorbeeldfunctie als een hof van discipline heeft, je normaal moet doen. Maar dan gaat u verder. Meneer Moscovici, het gaat over belangrijke zaken. Ja. Zelfs als het over uw carrière gaat. En dan is het toch vrij relatief of iemand goedemorgen, goedemiddag, goedenavond zegt. Nee, maar ik hoop in ieder geval dat als u het niet begrijpt wat ik zojuist heb gezegd, dat het voor anderen wel duidelijk is. Ik denk dat het voor anderen wel duidelijk is. Okay. Laten we even gaan naar Gerard Spong. Die zat gisteren aan tafel. En die gaf, die zei misschien komt het hier wel door dat er zo streng is gestraft. Ik kan ook niet uitsluiten dat een van de overwegingen in het achterhoofd is geweest bij het Hof van Discipline. Dat men, laten we zeggen, de plannen die op het ministerie van Justitie heersen om een soort staatstoezicht in te stellen op advocaten waar de orde fel op tegen is. Dat misschien toch ook ergens een rol heeft gespeeld. Ja, de orde zou dus willen laten zien. Wij kunnen dat zelf wel, we zijn streng genoeg. Is dat iets waar je zich in kan vinden? Nou ja, niet alleen in kan vinden. Wat Spong gisteren zei, heb ik ongeveer anderhalf jaar geleden gezegd. Maar wel wat voorzichtig, omdat ze dan denken van... hij denkt dat hij ten onrechte wordt aangevallen. Ik denk, zeker nu ik weet wat ik sinds gisteren weet, de witte man... dat de manier waarop men met mij tekeer is gegaan... en ik ga zo meteen zeggen dat ik fout heb gemaakt... maar ik wil dit even gewoon, want die heb ik ook... Tekeer is gegaan? Tekeer is gegaan. Dat daarbij heeft een grote rol gespeeld dat de orde weet... dat Teven van plan is om dat tuchtrecht te centraliseren bij de overheid... waar ik een buitengewoon groot voorstander van ben... en dat men heeft willen laten zien... kijk eens, wij orde van advocaten, wij pakken onze eigen... rotte appels wel aan. En wie kun je daar beter voor aanpakken dan de man die ze daarvoor hebben aangepakt? Dus het is mede een politiek gedoe geweest wat daar heeft gespeeld. Maar dat maakt de appel niet per se minder rot. Dat zeg ik ook niet. Nee, ik zeg het ook niet, maar ik vraag het u even. Ja. Nee, maar ik geef dus antwoord op de vraag of ik het met Spong eens ben. En ik zeg daarop, dat had ik anderhalf jaar geleden al gezien. En ik denk ook werkelijk dat het zo is. En wat de rest betreft, heb ik u al gezegd, zeg ik weer dat ik fouten heb gemaakt. En ik zeg ook nu weer dat ik op een sodemieter had moeten krijgen. Maar dat een schrapping een straf is, of een maatregel die buitenproportioneel is. Kunnen we met u een aantal dingen doornemen? Ja. En dan misschien met name dat gedeelte waarvan het Hof van Beslissing heeft gezegd... er was door Bram Moscovici van alles beloofd in de zin van verbeteringen. U heeft een zekere mate van nederigheid ook gehad. Zeker, die kan ik hebben als ik het meen. Ja, of als het instrumenteel is. Nee, als ik het meen, anders heb ik hem niet. Nee? Nou goed, afijn, dan meende u die nederigheid ook nog. Ja. Maar het Hof vond dat daar uiteindelijk feitelijk gezien... paste die houding niet zo. Nee. En dat heeft mij, kijk, je kunt twisten, schrapping, schorsing, hè, allemaal tot je dienst. Dat is allebei niet leuk. En ik heb u gezegd dat ik de schrapping buitenproportioneel vind.
Ik heb, nadat de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat ik moest worden geschrapt, ben ik cursussen gaan lopen. Ik heb in een vrij kort, en dat is ook iets waarvan ik zeg fout, had ik moeten doen. In een vrij korte tijd die ervoor stond, heb ik 25 punten gehaald. Dat is in die korte tijd bijna het maximale wat ik kon doen. Die punten en de certificaten, ik denk anders geloven ze me niet, heb ik bij de behandeling van het Hof van Discipline overlegd. Dat is één. Twee. Het Hof noemt het zelf 26 punten. Dus nou, kijk eens aan. Dat heb ik dan weer cadeau gekregen. Maar toch weer niet genoeg, zeiden ze. Ja, maar dat is nou het filijn erin. Ik kon in die periode, al zeg ik het zelf, niet meer aan cursussen doen, omdat ze er nog niet eens waren. Rond kerst. Het schijnt dat je ook met lezingen en zo punten kunt halen. Ja, maar ik kon bijna niet meer op dat punt doen wat ik had gedaan. En ik heb die certificaat, ik heb ze ook gehaald allemaal. Ik heb ze overlegd. Vervolgens. Mag ik even daar één zin bij, even voor het Hof van Discipline zegt. Deze inhaalslag, hebben we het dus over die punten. Oh, kijk aan. Kan echter niet afdoen aan het feit dat Verweerde gedurende een aantal jaren niet heeft voldaan aan deze voor een advocaat. Dat is helemaal juist. Maar het verwijt was toch, toen we hier begonnen, dat ik mijn leven zou beteren verbaal, maar dat ik het niet had gedaan. Nou, er komen er nog een heleboel. Ja, maar wacht even. Dus feitelijk is het zo dat ik, dat het dus onzin is wat ze zeggen. Want ik heb op punten een aantal punten gehaald. Ja. Tweede is de jaarstukken. De jaarstukken. Die heb ik niet, noem je dat? Die waren niet op orde. Ze waren wel op orde, maar ze zijn niet gedeponeerd. Dat punt is juist. 2009, 2010 en 2011 waren niet gereed. Ja. Nou ja, waarom, als ze wel op orde waren, heeft u ze niet ingeleverd dan? Nou, ze waren op orde, maar ze waren nog niet gereed om in te leveren. Wat is het verschil? Daar ga ik verder niet op in. Ja, ze niet, dat is nog een belangrijke vraag, nee, toch? Ja, nee, maar kijk, ik zeg toch ook, daar hoeven we helemaal geen discussie over te hebben. Ik heb die jaarstukken niet op tijd ingeleverd. Volgende punt is het volgende. Dus dat zeg ik ook. Dat heb ik ten onrechte niet gedaan. Een van de klachten was, en daarom is het toch wel interessant om er ook wat bij te halen, is dat ik mijn leven niet zou hebben gebeterd. En dan moet u weten dat na de Raad van Discipline ik in overleg met de Orde van Advocaten een deskundige op mijn kantoor heb laten meekijken. En die zei tegen mij, ach Bram, ik vind dat het toch jammer zou zijn, of meneer Moskowitz zei die toen nog, als u dat vak zou moeten verlaten. Dus ik ga u helpen, op persoonlijke titel, keurig. Was niet de eerste, de beste. En die heeft ook tussentijds gerapporteerd. Nou, ik haal er één ding uit. Een van de klachten was dat ik bijna nooit naar zittingen zou gaan. Weet u nog? En wat schrijft die man aan de orde? En dus ook ter kennisneming van het Hof. Omdat mij de klacht had bereikt dat Mr. Moskowitz regelmatig verstek zou laten gaan bij zittingen over de belangen van zijn, en waar de belangen van zijn cliënt op het spel staan, heb ik hierover uitvoerig met Mr. Moskowitz gesproken. Hij ontkent dat hij bij inhoudelijke zittingen verstek laat gaan. Het komt voor dat hij bij getuigenverhoor of raadkamerzittingen zich laat vervangen door een kantoorgenoot. Hij heeft mij beschreven hoe wekelijks op zijn kantoor alle zittingen in de komende periode worden geïnventariseerd en de aanwezigheid van Mr. Moskowitz en of een van zijn kantoorgenoten wordt ingeroosterd. Van die wekelijkse sessies wordt een lijst opgemaakt van de zaken en de inroostering van de advocaat. Ik heb diverse van die lijsten gezien en het beeld dat daaruit ontstaat bevestigt de visie van meester Moskowitz. Ik heb de aanwezigheid van meester Moskowitz volgens de gegevens in de lijst vervolgens geverifieerd aan de hand van de teksten van de beslissingen van de desbetreffende rechtelijke colleges. Eén moment. Ja. Dus die man die geloofde me niet eens op mijn woord, mag die doen, maar die ging nog eens in de PV's kijken of ik er was. Ik maak het even af. Het is best interessant. Van de desbetreffende rechtelijke colleges aan de hand van de tijdschrijfgegevens. Daarbij zijn geen discrepanties gebleken. Ook dit bevestigt de visie, gezondheid mevrouw, ook dit bevestigt de visie van meester Moskowitz. En ik ben zo klaar. Wel kan ik zeggen dat uit het beperkte onderzoek dat ik heb gedaan en uit een aantal steekproeven die ik in willekeurig gekozen dossiers uit eerder aan mij verschafte cliënten zakenlijst heb gedaan, niet is gebleken van een feitelijke grondslag voor de klacht die mij bereikt. Goed. Maar dat is dus een belangrijke klacht. Nee, u mag zo weer. Maar het gaat dat is een belangrijke klacht. Wat is de status van die man die dit schrijft? Dat is de status van de man die op verzoek van de deken en met instemming van mij tussen de Raad van Disciplinebeslissing en bij mijn komst bij het Hof mij erbij heeft geholpen om
aan mijn toezegging om het, om het te verbeteren gestalte te geven. Zullen we nu en dus, even... Nee, maar heel even. Ja, maar, niet steeds heel even zeggen. Ja, spijt en dan me, ik ga het toch even doen, want het is belangrijk. Die klacht behelste dus de klacht... Ja, sorry, maar ik weet je, misschien kan ik het hierna niet meer doen... dat ik onvoldoende mijn cliënten op zittingen zou bijstaan. Ja. Dat is me nogal wat als je dat zegt. Hè? Nu graag naar het Hof van Beslissingen, want daar, die zegt het volgende. Hof van Discipline heet dat. Hof van Discipline, de beslissing van het Hof van Discipline moet ik zeggen. Het Hof uit de mededelingen van de deken ter zitting afleidt. Ten eerste dat er nog altijd de nodige serieuze kanttekeningen te plaatsen zijn bij de kantoororganisatie van Verweerde. En ten tweede dat uit de opdrachtbevestiging van Verweerde nog immer niet valt op te maken wie voor de cliënt zal optreden. En welke werkzaamheden hij mag verwachten naar betaling van het vooruitverschuldigde honorarium. Ja, precies. Wie is het? Wie komt er opdraven? En welke werkzaamheden worden Dan komen we dus bij de deken. Hè? Ja? De deken... die zich goed genoeg voelde om afgelopen zaterdag... in een artikel van een van die fijne heren van het NRC... mij nog even de nekslag te geven door te zeggen als deken... ik kom zo op de vraag beantwoorden, ik vergeet hem niet... dat het Hof van Discipline vroeger een Hof van Barmhartigheid was genoemd... maar dat hij hoopte, zei die deken... daags voor de beslissing dat het Hof geen slappe knieën zou tonen. Het is dezelfde deken die vond op basis van deze gegevens... dat ik een half jaar geschorst moest worden. Dat is de Lijkt deken. Mij een goed recht van de deken om welke opvatting dan ook te bergen te brengen. Net zoals u het omgekeerde mag doen, kijk, lijkt mij. Ik ben voor vrijheid van meningsuiting, maar dan mist u toch de pointe. Waarom namelijk? Als de deken zelf zegt... bij de Raad van Discipline, je moet die Moskowitz een jaar schorsen... waarvan een half jaar voorwaardelijk. En ik krijg een schrapping. En we komen bij het Hof van Discipline. En de deken zegt, daags voor de uitspraak van het Hof... ik vind dat het Hof van Barmhartigheid dat dat voorbij moet zijn... en dat het Hof in deze zaak voor mij dus geen slappe knieën moet tonen... dan ga je iets te ver als deken. Zal ik nog één aspect meenemen, zeker, meneer Moskowitz? Dat is namelijk, ik lees het maar weer even voor als u het goed vindt... van nog meer gewicht achter het Hof... dat Verweerde nog in geen van de individuele klachtzaken vrijwillig... tot een voor de desbetreffende klager acceptabele regeling is gekomen... om te veel betaalde gelden terug te betalen. Niet in de zaken waarin hij heeft verklaard tot terugbetaling verplicht te zijn... en niet in de zaken waarin hij heeft verklaard bereid te zijn een regeling te treffen. Ja. Dat weegt zwaar, zegt dat het Hof. Dat zeggen ze, ja. Dat zeggen ze. Zeker zeggen ze dat. Ik ga u daar het volgende antwoord op geven. Vind ik leuk om te doen ook. Tijdens de zitting bij het Hof van Discipline... heb ik desgevraagd aangegeven aan het Hof... als uw Hof vindt dat ik klachten meneer X, X bedrag moet betalen... zeg ik u nu voor als dan toe dat ik dat zal doen. Heeft het Hof iets te vinden eigenlijk? Nou, dat vindt u toch zelf? Want nu verwijten ze me toch dat ik het niet heb gedaan. Maar ik vraag het dus, waarom u het Hof nodig heeft om tot terugbetaling over te gaan. Dat zal ik u zeggen. Als er een meneer komt, meneer Witteman, die zegt tegen u... ik heb wel 80 euro van je hebben, Witteman. En u denkt van, hoezo 80 euro? Ik ben die man niks verschuldigd. Dan bent u er blij dat er een rechter is die zegt van... u moet het wel of niet betalen. Ja, maar de rechter heeft in zijn vonnis duidelijk laten merken... dat ze vonden dat u dat moest terugbetalen. Ja. Ze zeggen alleen niet, wij zijn niet degene die meneer Moskowitz dwingen. Dat zeggen ze niet. Ik heb tijdens de zitting, het is openbaar geweest, dus u kunt het nakijken... expliciet aan het Hof gezegd en ze eigenlijk daartoe uitgelokt... als u vindt, ik vind, Moskowitz, dat ik die meneer niks hoef terug te betalen... ik heb gewoon mijn werk gedaan. Maar als u vindt, Hof, dat ik moet terugbetalen, dan lees ik dat wel... en dan weet u nu al dat ik die toezegging doe, dat ik dat ook zal doen. U wist hoe belangrijk dit was. Dat wist u uit de eerste zaak ook. Daarom heb ik ook gezegd, als u vindt, leden van het Hof, dat ik moet betalen... En waarom heeft u dan niet, als u uit was op een tweede kans... Ja, maar dat waarom heeft u dan niet van de gelegenheid gebruik gemaakt... om dat waarvan andere mensen vonden dat u dat terug moest betalen... en waar redenen voor waren, die allemaal worden genoemd... Dat hangt toch waarom heeft u dat niet gedaan? Omdat ik niet voor niks in beroep ga. Ik mag u een voorbeeld geven. U stelt me een vraag, laat me het antwoord geven. Als u door de rechtbank wordt veroordeeld tot betalen van 100 euro... en u vindt eigenlijk dat dat onjuist is... gaat u in beroep, toch? Zou ik u aanraden. Zeker. Ga je in beroep. En daar zal worden bepaald of je moet terugbetalen. Nou ben ik nog zo netjes geweest door te zeggen... als uw Hof vindt dat ik moet betalen, ik vind zelf van niet... dan zeg ik u nu toe dat ik zal betalen. En als ik dan teruglees wat ik heb teruggelezen... dat ik daarom mijn leven niet zou hebben gebeterd... ik heb u het over die punten gezegd, over de cursussen, noem maar op... ik heb u voorgelezen wat de man van de orde heeft geschreven... dan denk ik, er is iets mis, zou Spong dan toch gelijk hebben. Maar betwist u nu serieus dat die klagers... die daarin voorkomen... Ja, dat die recht hebben op terugbetaling. Ja, dat betwist u. Ja, natuurlijk betwist ik dat.
Omdat ik mijn werk gewoon heb gedaan. In al één, maar dat heb ik in terugbetaald. Ja. En in al die andere gevallen... Ja, ik beantwoord uw vragen, toch? Ja, ik betwist het behalve één. En die heeft voor het Hof van Discipline zijn geld al teruggekregen. En nou u weer. Nou ja, kennelijk heeft u dus met al die verwijten die er zijn... uw punten niet helemaal gehaald. Maar dat is eigenlijk het enige punt wat u een beetje heeft gered. Nee, voor de rest. Nee. Nou ja, u heeft uw spullen gewoon niet maar de vraag is, de vraag is of de beslissing die het Hof heeft genomen gisteren... of die rechtvaardig en terecht is. U hebt gelezen ongeveer wat ze ervan vinden. En de kern is dat ik mijn leven niet heb gebeterd. Dat bestrijd ik en dat heb ik nu ook nog, laat ik zeggen... bijna met bewijs bestreden. Ik heb nog een leuke voor u. Dat ik mijn leven heb gebeterd. Ik heb jarenlang kwitanties gehad, hè? En ook uitgeschreven. Ja, er is vooral heel veel... Ja, nee, dat weten we allemaal wel. Nou, ja. Maar daar gaat het nu niet om. Nou, daar ging het ook om. Nee, ja, maar dat hebben we toch net behandeld, of niet? Nou ja, dat hebben we net behandeld. Dat u dat niet op orde had. Ja. Maar er is toch nog niemand geweest, ook niet in rechten... dat ik het terecht betwist. Dat had ik graag van het Hof gehoord. Ja. Precies. Maar ik moet u even iets... Het is gewoon leuk dat mensen dat weten, hè? Mag ik Van Acht citeren? Ja, nou, dat lijkt me in mijn geval niet zo heel goed om dat te doen. Toren brengt de waarheid niet dichterbij, natuurlijk. Nee, maar ja, dat zie je, het komt van Acht. Maar wat ik u wil zeggen is het volgende. Ja. Om ook te laten zien, hè, want het is eigenlijk wel triest... hoe ik mijn leven heb gebeterd, zal u aanspreken, meneer Van Rossum. Ja, ik ben daar altijd mee bezig. Dat weet ik. Het leven ik beter, ook, en trouwens, meneer Plaster. To the point. Zeker. Dacht ik dat ik dat al ben geweest. Maar ik heb zelfs mijn kwitanties veranderd. En waarom? Omdat de man die mij hielp met het verbeteren van mijn leven... vond dat er iets bij moest... En dat kun je wel om gaan lachen. Dus ik heb gedaan, daar kunnen andere advocaten van leren. Dus je hebt een kwitantie en dan moet je ondergetekende, dus de man die je kon betalen, verklaart als reden voor contante betaling in voorkomend geval. En dan moet je multiple choice eigenlijk. 1. Cliënt heeft geen bankrekening. 2. Bankrekening, cliënt is geblokkeerd. 3. Cliënt heeft een bankrekening, maar gebruikt deze niet. Cliënt heeft bankrekening buiten de EU. En betaling daarom niet tijdig kan geschieden. Een andere reden van contante betaling. En waarom zeg ik dat? Daaruit blijkt, hé, dat doen ze knap, dat jullie dat meteen een been krijgen. Dan draaien we hem even om, want er staan toch geen namen op. Daaruit blijkt, niet te laat. Nou. Maar je zou moeten zeggen, niet te laat, omdat het Hof dat heeft gezien. Het Hof heeft gezien dat ik mijn leven heb gebeten. Nee, dat hebben ze juist niet. Nou ja, dan zijn ze dus ziende blind geweest, want dit hebben ze. Ze vinden dat het niet zo is. Ik zit hier om te zeggen... Altijd, meneer Van Rossum. Kijk, we hebben het hier eigenlijk over het eindpunt van een lang escalatieproces. En daar is al een soort crisisachtige situatie. En daar was de kans natuurlijk dat u ging verliezen eigenlijk betrekkelijk groot. Ja. Maar u bent een hele intelligente man. Dat is mijn indruk in ieder geval. Dank u. En u moet toch betrekkelijk lang hebben zien aankomen... dat u een reeks van dingen deed die de autoriteiten in uw vakgebied niet goed bevielen. Ik heb ook begrepen dat u bij herhaling gewaarschuwd bent. En dat is onjuist. Oké, waarom bent u... Toch moet u iets aan hebben zien komen. Maar natuurlijk. Als je drie keer de jaarrekening niet... Wat is de vraag? De vraag is waarom u niet veel eerder heeft gedacht... Potverdrie, ik loop hier toch aanzienlijke risico's. Laat ik mijn leven niet nu beteren, maar bijvoorbeeld 3 jaar geleden. Toen speelde dat nog niet, want had tevens een wetsontwerp nog niet ingediend. Jawel, maar toen speelde wel natuurlijk die kwestie. Mijn vraag is kortom, u bent een hele intelligente man. Waarom heeft u het escalatieproces laten doorlopen tot een punt waarop u eigenlijk de vraag is duidelijk. Wel de verliezer moest worden? Waarom heeft u het zo ver laten komen? Nee, ik had de vraag al begrepen. Het is ook een goede vraag. Dat heb ik deels aan mezelf te wijten. Wat betreft de cursussen heb ik dat zover laten komen. En dat was stom van me, omdat ik de pleidooien die ik moest doen... dus in de rechtszaal staan, heb laten prevaleren boven het doen van cursussen. Het volgen. En dat is dom geweest. En de jaarrekening? De jaarrekening heeft te maken met het feit dat ik ook een fiscaal probleem heb gehad... en ik daar de prioriteit heb gelegd. En dat soort kwitanties, die heb ik inderdaad onvoldoende. Maar ik moet nog zien dat andere advocaten ze zo keurig hebben. Ze kunnen ze morgen bij me opvragen. Vindt u het niet een godspe dat u nu andere advocaten de maat neemt... terwijl u zelf de baan bent kwijtgeraakt? Ik neem andere advocaten toch niet de maat? U zegt, ik moet nog maar zien hoe andere advocaten dat doen. Denk ik die ook. Zijn advocaten en dat bent u niet meer. Dat denk ik ook. Weet u, ik neem ze niet de maat. Sterker nog, wat ik zeg is dat het feit dat die verordening... over dat geld nu op de kaart staat, dat is
dankzij en ondanks mij, bijna zeggen, en met behulp van mij, nu een feit. Weet u hoeveel advocaten? Ja, het stond al op de kaart, ja, alleen maar, u hield zich er niet aan. Ja, geloof mij, meneer Pauw, en dat hoeft u voor mij ook niet te geloven, maar dat zeg ik omdat ik weet dat het zo is. Nadat deze verordening het nieuws haalde, waren er advocaten die het bestaan van die verordening nog niet eens kenden. Even en in zoverre. Van Maarten, ja. Maar is het niet zo dat uw ster zo gestegen is dat u zich op een gegeven moment onkwetsbaar achtte en in een staat geraakte waarin u de kritiek van anderen niet meer tot u liet doordringen? Nee, ik zeg u, ik ben niet in staat te raken dat ik boven de partijen sta. Ik weet dat dat geschreven is en dat ik me onaantastbaar voelde. Ik ben de Teflon-advocaat genoemd, dan glijdt het van je af. Nee, als dat zo was, zou ik het u zeggen. Ik heb prioriteiten gesteld die verkeerd zijn geweest. En dat heeft mij in de problemen gebracht. Maar een schrapping, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. En wat nu? Wat nu? Wat nu? Ik ben bezig met de laatste hand te leggen aan een boek. En dat komt op 16 mei uit. Met dank aan Bertram en de Leeuw die mij wel nog vertrouwen, althans het vertrouwen gunnen om een nieuw boek te schrijven. En daarna ga ik eens verder kijken. Ja. Hoe was de dag vandaag, de eerste dag? Heftig. Ja? Ja. En hoe beschrijft u die heftigheid? Door hier te zitten. Dat is gelukt. Ja. Maar ja, dat kan morgen niet meer. Nee, maar nu ben ik kwijt. Goed. Wij hebben een therapeutische sessie gehad. Dank u wel, zo is het. Maar toch nog één vraag daarover, als je het niet vervelend vindt. Helemaal niet. De opwinding die u nu tentoonspreidt, hier aan tafel, had u die niet misschien wat eerder moeten hebben, ook in het vechten voor je bestaan? Voor je werk, bedoel ik? Nou, kijk, de opwinding die ik hier kennelijk tentoonspreid, die vloeit voort uit onrechtvaardigheid. Ik had geschorst moeten worden. En misschien ook lang. Maar je moet me niet het vak ontzeggen. Dat vind ik onrechtvaardig, onjuist. En daar liggen hele verkeerde motieven en ten grondslag. En als u het fijne daarvan wil weten, moet u en het boek lezen en op 16 mei naar mijn persconferentie komen. U kunt nog terug, hè? Zeker. Gerard Spong zei gisteren van, ja, over een paar jaar zou het zo weer kunnen proberen. Overweegt u dat? Nee. Nooit meer? Nee, ik heb van bepaalde mensen dit métier genoeg. Maar je hoeft je niet overal tegen te komen, toch? Nou, je moet dus weten hoe vaak je ze tegenkomt. Goed. We moeten helaas ons programma beëindigen. Maarten Verhoorn, zien we morgen terug met Willem II. Ja, misschien de heer Moskowitz ook, als het therapeutisch werkt. Ik moet u nog even de complimenten geven, meneer Van Rossum. Want zoals u 7 minuten praat zonder het papier achter zo'n katheder, dat is buitengewoon knap. Goed. Dank u wel. Alsjeblieft.